Hallo, hallo, daar zijn we weer. Het is alweer vrijdag en ik heb even mega boodschappen gedaan. Tenminste, voor mij zijn het mega boodschappen. Volgende week wordt mijn keuken eruit gehaald. Dus ik heb besloten om voor een maand vooruit te koken. Dus ja, kan ik in ieder geval ervoor zorgen dat mijn vriezer weer vol is. Dus wat ik hier heb, is een grote zak met boerenkool, 500 gram. Een zak spinazie, 300 gram. Twee grote bakken van champignonnetjes, 400 gram. Twee keer een kilo kruimige aardappelen. En dan heb ik hier twee redelijk grote preitjes. Rode kool met appeltjes. En zuurkool naturel. En dan heb ik hier een aantal grote uien, drie grote uien. En ik ga eens gek doen, ik heb ook paprika gehaald. Ik ben eigenlijk niet heel erg fan van paprika, maar ik denk, weet je, als ik het gewoon klein snij, dan vind ik het op zich wel goed. Maar gewoon even wat extra groentes verstoppen natuurlijk. Een blik mais. En alvast wat oude geuken, want die vergeet ik de laatste tijd wel eens als ik stampeld heb. En twee bananen. Goed zo, poes. Zal ze eens even de nagels in de krappe hand zetten. En dan heb ik hier tacosaus mild, taco seasoning en tortilla wraps. Deze zijn bij de Boni wel licht goedkoper, echt een stukje goedkoper. Volgens mij echt 20 cent goedkoper dan de Albert Heijn tegenwoordig. Dus jee. En dan heb ik hier tweemaal een zakje gratinkaas en tweemaal een zakje passenkaas. Deze waren 1 plus 1 gratis, dus het kwam heel mooi uit. Ik heb een pakje Monchou. Ook deze is volgens mij ruim 25 cent goedkoper bij de... Bij de Boni dan bij de Appie. Een pakje crème fraîche. Dan heb ik mascarpone. Kookroom. Halfvolle melk. En ik heb wat bloem gehaald. Een pak macaroni. Vluchtkokend. Nee, gewone macaroni. Ik zeg niks, het is gewone macaroni. Lasagnebladen. En ik heb bladerdeeg voor een hartige taart die ik ga maken. En dan vervolgens nog drie grote verpakkingen met gehakt. Tweemaal spekjes. Een pakje kipfilet. En vier runde of nee, varkensausijsjes, schapje. Dat is allemaal van de Boni geweest. Dan was ik in totaal €66,20 kwijt. En dan had ik nog bij de Appie gehaald. Trouwens niet bij de Boni. Pak met hamblokjes. Ze hadden bij de Boni alleen nog de dure chelletjes. Nou, vind ik zonde. Dus had ik deze maar bij de Appie gehaald. En ik had verwacht dat we van die kleine verpakkingen hadden, maar die hadden ze niet. Zowel bij de Appie als bij de Boni niet. Dus dan maar een grote margarine. Dus dit gedeelte van de Albert Heijn was het bonnetje kwijt. Was ik €4,05 kwijt. En ook nog eens parkeerkosten. De €6,05 en €66,18. Dus €72,23 of 25 cent om maar zo te zeggen. Was ik totaal kwijt voor de boodschappen, inclusief parkeergeld. Dus, dat, ja. Ik ga het even opruimen en ik zou zeggen tot de volgende keer. Doei doei! Hallo, hallo, daar ben ik weer. Ik wil nog even laten zien wat ik mee ga nemen voor komend weekend. Of ga gebruiken voor het koken. Ik heb hier nog een aantal eieren. Nog een aantal knoflookteentjes, bouillonblokken, paneermeel. En ik heb hier witte rijst en gele rijst. Allebei, nou al moet ik zeggen witte rijst, is nog aardig wat. Maar in ieder geval dat hoop ik zoveel mogelijk te gebruiken.
Ik heb deze nog, de luncheon meat. Die hoop ik ook te gebruiken. Die had ik enige tijd terug nog gehaald. 2 maal gezeefde tomaten heb ik nog in de aanbieding. Gesneden tomatenblokjes heb ik 2 maal van. Ik heb nog 3 maal tomatenpuree. Ik heb nog 2 maal gepelde tomaten. Dat ik toen enige tijd terug had die fix ingeslagen. Ik denk langzamerhand alweer een half jaar terug daar niet van. Maar ik gebruik het gewoon niet veel. Dus ik hoop het nu lekker op te maken. Ik heb nog een zakje boerenkoolkruiden. En de zakjes met jus. Ik ga ze niet allemaal gebruiken. Maar die heb ik ook nodig. Dus ja. Dit is de voorraad die ik nog hoop op te maken. Nou, tot de volgende. Doei doei. Hallo, hallo, daar zijn we. Nou, het is zaterdag. Het is al aardig laat in de middag. Maar, ja, mijn vader is net geweest en we hebben net even de koelkast en mijn kastje verschoven naar de woonkamer. Zodat ik daar niet meer naar om hoef te kijken volgende week. In ieder geval, let's begin. We gaan vandaag als eerste gerecht gaan we boerenkoolstamppot maken. Dit heb ik ervoor nodig. Dus boerenkool. Een kilootje aardappelen. Voor de bij heb ik natuurlijk jus. Spekreepjes. Boerenkoolkruiden. Dat is echt een receptje van mijn moeder door monchou erin te doen. Om in te bakken voor de braadworstjes die we gaan gebruiken. Of de sausijsjes, pardon. We gebruiken boter. En ik doe er wat ui in. Dus dat is gerecht 1. Boerenkoolstamppot. Ja, en hier is gerecht 2 alweer. Gerecht 2 wordt een rode koolschotel vanuit de oven. Daarvoor heb ik nodig deze bakjes die ik gehaald heb. Nogmaals, ik weet dat ze niet in de pink kunnen. Ze gaan nu in de oven. En als ik ze weer ontdooid heb, kan ik ze uitscheppen en alsnog in de pink opwarmen. Ja, het is misschien een beetje onzin, maar voor mij werkt het nu even het beste. Maar in ieder geval, wat ik nodig heb, zijn aardappelen. Ik heb spekreepjes, gehakt, rode kool, eventueel een beetje boter, knoflookteentjes, ui, aardappelgratin en ik heb eventueel de mix van gehakt nog gebruiken, zout en paneermeel. En dat is dus gerecht 2. Ja, en dan heb ik hier gerecht 3 liggen. Dit wordt een zuurkoolschotel. Daar ga ik wederom ook die bakjes voor gebruiken. Ik heb de aardappelen voor nodig. Spekjes, gehakt, knoflook, ui, aardappelgratin, zuurkool naturel, bananen, ja ja, margarine om in te bakken eventueel, paneermeel, zout en gehakt kruiden. Dus dit was gerecht 3 alweer. Zo, en heb ik hier gerecht 4 alweer. Dit gaat een quiche worden. Daarvoor heb ik nodig de kookroom, champignonnetjes, prei, hamblokjes, bladerdeeg, eieren, ui en wat knoflook. Dus dit is een prei quiche of een kies Lorraine, geen idee. Alleen ik doe het nog champignonnetjes spelen. Die doet Lorraine volgens mij niet. Maar in ieder geval, dit is gerecht nummer 4. En dan heb ik hier gerecht nummer 5 alweer. Hier ga ik kippenragout maken. Daarvoor heb ik nodig prei, champignonnetjes, kipfilet, boter, bloem, currypoeder, peper. Zout niet per se, dat moeten we even met de tijd zien. En bouillonblokjes. Dus dit is het 5e gerecht. En dat wordt dus kippenragout. Hallo, hallo. Dit is gerecht 6 alweer. Dit wordt een lasagne. Hiervoor heb ik nodig gezeefde tomaten. Tomatenblokjes. En tomatenpuree. Zwarte peper. Italiaanse kruiden. Lasagnebladen, champignonnetjes,
paprika, eventueel boter om in te bakken, knoflook, hoe heet het, kaas, gehakt, ui. En als laatste heb ik hier eventueel nog prei doorheen. En dat wordt dan een lasagne. En ook die gaat trouwens in zulke bakjes. En dan is hier gerecht 7. Als ik het goed heb. Ik ben het wel begin kwijt te raken. Maar dit is in ieder geval een spinazie-achtig iets lasagne. Ook hiervoor heb ik nodig gezeefde tomaten. Tomatenblokjes. Tomatenpuree. Zwarte peper. Italiaanse kruiden. Lasagnebladen. Deze fantastische bakjes. Gehakt. Pastakaas. Een beetje boter om eventueel in te bakken. Spinazie. Knoflook. Mascarpone. Deze heb ik per ongeluk laten vallen. Dus hij is ietsjes gescheurd. Maar hij is nog steeds bruikbaar. En ui. Dus dit is hem. En we hebben nu gerecht nummer 8. Dit wordt gewoon macaroni. Daarvoor heb ik gebruikt 2 blikjes gepelde tomaten en tomatenpuree, zwarte peper, Italiaanse kruiden, macaroni en de lunchgourmet. Eventueel boter om in te bakken, eventueel hè. Gehakt, knoflook, paprika en uitjes. Dus dit is de macaroni. En dan heb ik hier gerecht nummer 9. Dit wordt ook weer een beetje bij elkaar geflanst iets. Dit wordt gewoon een soort taco wrap die ik ook gewoon makkelijk in de airfryer zou kunnen opwarmen. Waarvoor heb ik nodig? Mais, taco saus, taco seasoning, crème fraîche, cheddar cheese, tortilla wraps, knoflook, gehakt, ui. En eventueel boter om in te bakken. Dus dat is deze weer. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En voordat ik het trouwens vergeet. Ik heb ook nog de 10e. Maar dat zijn gewoon die simpele kipsnitzels of kipburgers. Dus ook gewoon één keer in de week of om de week even een lekker kipburgertje kan eten. Op een broodje. Dus ja, dat is het. En ik zou zeggen, ik ga beginnen met koken. Doei doeg! Voordat ik het vergeet, ik heb hier ook nog rijst. Dit komt bij de kippenragout. Dus ja, niet te vergeten. Rijst voor bij de kippenragout. Doei doei!
met deze op ongeluk mee zitten stampen. Het is van de, hoe heet het? Van de Monshu. Super handig. Maar hey, dat verklaarde de boel. Nou, in ieder geval, het boerenkoolstamppot is klaar. Hatseplats. Zo, kijk eens aan. Dan heb ik hier dus nu 4 porties boerenkool met worst. Lekker. Ik heb nog een heel klein beetje over. Heel klein beetje. Die ga ik zo zelf even eten. Want ja, ik moet zelf ook eten. En aangezien ik toch de hele tijd moet proeven tussendoor. Want ik wil wel weten of ik het goed gekookt heb. Tenminste, ik kan niet alles voorproeven. Maar dit toevallig wel. Dus bij deze 4x boerenkool met worst. En jus. Zo, kijk eens aan. Ik ga het gehakt kruiden voor de zuurkool en de rode koolschotel. Die staan mooi bij elkaar. Even kijken. 1 eetlepel op de 1 eetlepel op 500 gram. Wauw, het is een kilo. Dus we mogen 2 eetlepels van de gehaktkruiden erin doen. Ja, wanneer heb je met zo'n rare eetlepel een echte eetlepel, hè? Dus 1, 2 en een beetje hoppa. En ik doe ook een klein beetje peper erbij. Zout doe ik niet. Want ja, het zal waarschijnlijk al zout zat zijn. Ik heb, hoe heet het? Spekjes en wat uitjes heb ik al opgebakken hiervoor. Dus die gaat er op het eind nog doorheen. En ik ga nog even 2 teentjes knoflook erin doen. Tot zo. Ik heb hier gehaktmengsel voor de, hoe heet het, voor de overschotels van de zuurkool en de rode kool. Er zit dus knoflook, hoe heet het, gehaktkruiden, spekjes en een ui in. En ik heb hier alvast de zuurkool gewassen, zodat het extra zure smaakje eraf is. Maar in ieder geval, dit ga ik verdelen over deze 8 bakjes. En dan gaan we zo meteen de rest nog zien. Tot zo. Oké. Nou, ik heb hier in alle bakjes heb ik wat gehakt mengsel zitten. En ik heb bij deze heb ik alvast zuurkool erop gedaan en banaan. Nu hoef ik eigenlijk alleen nog maar de aardappelpuree, paneermeel en kaas. Dus dat ga je zo zien. Naar mijn idee zijn de bakjes eigenlijk nog ietsjes te klein. Oh ja, en hier moet natuurlijk nog rode kool op. Dus ik ga nog even verder. Zo, vers uit de oven. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Het ziet er niet heel bruin uit op camera, maar het is mooi krokant geworden. Ik heb nu 4 porties met rode koolschotel en 4 porties met zuurkoolschotel. Dus ik heb nu in totaal met de boerenkool bij 12 porties klaar. Woehoe, tot de volgende!
Zo, kijk eens aan. De kipfilet is gekookt. Ik heb het afgegoten, de bouillon. Die bewaar ik nog voor de roux. En ik heb hier dan de prei en de champignonnetjes. Die gaat ook nog door de ragout heen. Rijst is gekookt. Ik heb 4 portjes rijst gemaakt. Die heb ik in een bouillonblokje gekookt. En voor de roux die ik ga maken heb ik 50 gram boter. En 50 gram bloem met een halve eetlepel currypoeder en wat peper. Dus dat gaan jullie zo zien. Tot zo. Nou, man. Hier gaan we een lekkere roux van maken. Mijn niet al de bloem is uit het kommetje gegaan. Dus dat moet er nog even bij komen. In ieder geval, hier ziet het zo weer verder. Oké, laatste beetje bloem zit er nu ook bij. Dus deze gaan we even gaar bakken. Zet vooral even niet op de geknoei van mij op de gasstel. Want ja, ik ben al de hele middag zo'n beetje bezig. Het is langzamerhand alweer avond volgens mij. Omdat ik redelijk heb zitten treuzelen. Ja, niet per se treuzelen, maar ik wil ook gewoon zoveel mogelijk voor jullie meenemen en laten zien. Ondertussen zit ik met mijn rechterhand te roeren, terwijl ik linkshandig ben. Dus dat is leuk. Maar in ieder geval, nu ga ik iedere keer beetje bij beetje bouillon erbij doen. Even met de andere hand proberen te roeren. En dan gaan we nu iedere keer alles opnemen. Kijk, het is alweer opgenomen. En dan gaat het volgende beetje roer erin, of bouillon erin. En zo blijf je doorgaan totdat je de juiste dikte hebt. Tot zo! Zo, kijk eens aan. Ik heb alle kip heb ik geplukt. Die zit nu bij de, hoe heet het, bij de prei en champignonnetjes in. En de roux is eigenlijk ook zo goed als klaar. Dus wat we nu gaan doen is, met de garde doen, want als al de kip tussen de garde gaat zitten, vind ik echt een drama om schoon te maken. Dus, gewoon zo erin, hatsplats. Ik heb eigenlijk het idee dat het misschien wel iets meer roux had mogen zijn. Maar ik doe het altijd maar een beetje op gevoel, om eerlijk te zijn. En het is tot nu toe altijd goed gekomen. Dus ja. Even door elkaar. Hop, hop. En zo is hij klaar. Zo, kijk eens aan. Ik heb 4 porties met ragout en rijst. Wat in een vriezer gaat. En ik heb hier nog een minuscule portie voor mezelf om nu op te eten. Want ja, het is al bijna 7 uur 's avonds. Ik ben ook trouwens laat begonnen met koken hoor. Volgens mij ben ik pas om 3 uur begonnen. En natuurlijk veel tussendoor bezig geweest. Maar in ieder geval 4 porties kippenragout met rijst. Dus al bij al heb ik vandaag sowieso 16 porties gekookt. En de rest ga ik morgen doen. En nu ga ik even lekker eten. Tot de volgende!